In deze video vertelt Van der Plas diverse problemen waar het kabinet niets aan doet. En ik som wat op. Groningen. Toeslagenschandaal. Uit huis geplaatste kinderen die nog steeds niet bij hun ouders terug zijn. Watersnoodramp in Zuid-Nederland, waarvoor nog niet alles is gecompenseerd. Wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. Wachtlijsten in de jeugdzorg. Steeds meer jongeren die een einde aan hun leven willen maken of daadwerkelijk maken. De GGZ die compleet vastloopt. Ouderen die van de ene minister zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. En aan de andere kant een woonminister die zegt dat ouderen zo snel mogelijk hun huis uit moeten om woonruimte voor jonge mensen te maken. Asielzoekers die op een grasveld moeten slapen. Mensen in dorpen en steden die geconfronteerd worden met de komst van ineens honderden asielzoekers in hun buurt. Geen of geen goed openbaar vervoer op het platteland. Buurthuizen en zwembaden die moeten sluiten. Streekziekenhuizen die met sluiting moeten of worden bedreigd. Politieposten die zijn verdwenen op het platteland. Ondernemers die worden gewurgd in wet en regelgeving en overwegen uit Nederland te verdwijnen. Gezinnen die hun boodschappen niet meer kunnen betalen. Het Rode Kruis die voedselhulp moet bieden. Gezinnen die de verwarming uitzetten omdat ze bang zijn voor de energierekening. Een enorm personeelstekort in alle sectoren. Thuiszorg, huisartsen, bedrijven, jeugdzorg. Personeelstekorten. Bezuinigen op eten voor ouderen in woonzorgcentra. Geen soep meer, maar een bouillonblokje. Chronisch zieken en mensen met een medische aandoening die niet gecompenseerd worden voor hun hogere energierekening en die bij zorgverzekeraars te horen krijgen dat ze de zuurstoftank dan maar een paar uur uit moeten zetten. Of mensen met reuma en een spierziekte die in een warm huis moeten zitten en bij de gemeente geen financiële hulp krijgen omdat ze de thermostaat maar gewoon lager moeten zetten. Honderden mensen in Overijssel langs het kanaal Almelo de Haandrik die hun huizen en bedrijven zien verzakken door werkzaamheden bij het verbreden van het kanaal en niet gecompenseerd worden. Mensen die zo wanhopig en gemangeld worden en zijn door de almachtige overheid dat ze psychiatrisch patiënt zijn geworden. Een pensioenwet waar miljoenen gepensioneerden en werkenden tegen zijn. Boeren die elke dag huilend aan de keukentafel zitten. En niet alleen door dit beleid, ook door alles wat ze hier door sommige Kamerleden voor de voeten krijgen geworpen. Mensen die voor ons dagelijks voedsel zorgen en alles doen wat de maatschappij van ze heeft gevraagd. Die worden weggezet als dierenbeulen, gifspuiters, bodemvernietigers en milieuvervuilers. Ook mensen die ons land draaiende houden, zoals wegwerkers, metselaars, loodgieters, hoveniers, kappers, verpleegkundigen, gehandicaptenverzorger, die laag geschoold worden genoemd. Studenten met tienduizenden euro studieschuld die zijn opgezadeld vanwege het leenstelsel en geen behoorlijke compensatie kregen. Burgers die wordt verteld dat ze minder vlees moeten eten en anders komt er een vleestaks aan. Mensen die hebben gedaan wat de regering van ze vroeg, zonnepanelen leggen en nu hun saldering zien verdwijnen. Tradities en folklores die niet meer mogen. Braderieën, openluchtvoorstellingen en andere evenementen die na decennia verdwijnen omdat de stikstofvergunningen te ingewikkeld zijn. Mensen die door ruzie, familie en vrienden zijn kwijtgeraakt omdat ze zich niet konden of wilden laten vaccineren. Kwijtgeraakt omdat dit kabinet en sommige Kamerleden ze hebben neergezet als asociaal en decadent als ze geen prik gingen halen. Oude mensen die in eenzaamheid zijn gestorven omdat ze de familie niet op bezoek mocht komen in verband met de COVID-maatregelen. Mensen die BOA's op bezoek konden krijgen om te controleren of ze wel thuis waren in quarantaine in plaats van toch stiekem in de supermarkt. Oude mensen die moesten zwaaien voor het raam naar hun kinderen en kleinkinderen, omdat ze in een lockdown zaten. Mensen die bij uitvaarten moesten kiezen wie wel en niet afscheid mochten nemen van de overledenen. Goedwillende burgers die na 9 uur 's avonds niet meer naar buiten mochten. Een woningtekort. Hulpverleners in de zorg die long-covid kregen, omdat zij zonder beschermingsmiddelen moesten werken, nu alles zijn kwijtgeraakt en nog niet zijn gecompenseerd. Onze trotse visserijsector die verdwijnt omdat deze regering ze niet hielp tijdens de energiecrisis waar andere landen dat wel deden. Viskotters die wegroesten op de sloop. Visafslagen die zijn gesloten. Voorzitter, ik rond af. Het is te veel om op te noemen. Wat hebben we een gaaf landje. En hoeveel duiding over de verkiezingen van 15 maart wil het kabinet nog hebben? Wie zijn die mensen? Voorzitter, die mensen zijn Nederland. Die mensen zijn burgers, zijn boeren, zijn tuinders en die vissen zijn vissers. En die mensen die zeggen, los het op of stap op. Ben je het met Van der Plas eens? Laat het weten in de comments.